Nou, dit is dus de plek waar afgelopen nacht maar liefst 10.000 liter aan drugsafval is aangetroffen. Hier zo op een zijwegje van de steeg tussen Heeswijk, Dinter en Schijndel. Zoals je ziet is er van het drugsafval weinig nog over. Alleen nog wat afzendlint is hier zo te zien. En daar hangt nog wel een enorme stank die ook best wel op mijn longen en mijn neus slaat als ik hier zo sta. En dat het gelijk op de longen slaat is niet gek. De vaten hebben in de nacht van woensdag op donderdag namelijk flink gelekt, omdat ze op woeste wijze zijn gedumpt. Ook de agenten hadden hier last van. Gisteren vonden wij deze grote containers eigenlijk behoorlijk mooi op een rijtje. Wat er eigenlijk op duidt wat ons betreft is dat het waarschijnlijk vanuit een vrachtauto gedumpt is. En daarom dat er ook zoveel schade is en daarom dat ook de vaten aan het lekken zijn. Een aantal collega's van ons die daar ter plekke kwamen in eerste instantie, die voelden op een gegeven moment wel wat prikken in hun ogen. Ja, we vermoeden natuurlijk dat dat te maken heeft met de lucht die van dit afval afkomstig is. Ze hebben gelukkig snel afstand genomen en daar is het bij gebleven. Maar je moet er niet aan denken dat mensen daar te dicht langskomen, het inhaleren eventueel. Ja, dan zou het zomaar kunnen zijn dat je op de eerste hulp terechtkomt. Het is de derde afvallozing deze week. Eerder werd er al drugsafval gedumpt in Vinkel en Vlijmen. En dat gaat de politie niet in de koude kleren zitten. Nou, het is natuurlijk een zorgelijke situatie dat er zoveel drugsafval wordt gedumpt. In de eerste plaats omdat we dat natuurlijk weten dat het ergens vandaan moet komen. Dus er zijn drugslabs ergens die wij nog niet hebben gevonden. Aan de andere kant brengt het ontzettend veel schade toe aan het milieu, waar we ons natuurlijk ook zorgen over maken. De schade aan het milieu valt in dit geval mee, laat waterschap A en Maas weten. Ondanks dat het om hele zware chemicaliën ging. Dan blijft er nog één vraag over. Waarom zijn er nu zoveel dumpingen? We komen natuurlijk net uit de carnavalsperiode en gaan richting het festivalseizoen. Periodes waarin meer gebruikt wordt. Maar dit heeft er volgens de politie weinig mee te maken. Zullen tijdens dat soort feesten meer pillen misschien gebruikt worden dan anders. Maar het feit is, dat is ook gebleken, dat de productie van de synthetische drugs binnen Nederland voor een groot gedeelte ook voor het buitenland bestemd is. En dat is natuurlijk niet seizoensgebonden. Ook of er een verband zit tussen de dumpingen van deze week is nog onduidelijk. Dat zal mogelijk in de toekomst kunnen blijken, maar op dit moment hebben wij nog geen aanwijzing om dat te kunnen vaststellen. Natuurlijk proberen we dat nog vast te stellen, maar dat is ontzettend lastig.